Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag gaat het echt gebeuren, de verrassing. En de verrassing ga je trouwens 2 dagen in de video zien. Dus, let's go. Het is nu wachten tot de bel gaat. Het is even allemaal een beetje hens aan dek, want ik heb al heel veel moeten doen, omdat die persoon blijft ook slapen namelijk. En ik wil toch wel dat ze een goed comfort had. Maar ik kan nog niet zeggen wie, want dat is echt dat de bel gaat, dat jullie weten wie het is. Die persoon is daar niet gewend van op de camera te komen. Het is niet zo leuk bij Meetup en Circuit, die zijn dat al gewoon, die zijn al vaker geweest. Maar deze persoon komt voor de allereerste keer bij Sil. En dat is wel heel speciaal, dus je ziet mijn lachen ook. Het is allemaal een beetje gestrest, maar het komt volledig, maar ook volledig goed. Ik weet dat dat goed gaat komen. Het is ook de eerste keer dat iemand hier blijft slapen van mijn vrienden, dus het is al iemand die bevriend is met mij. Dus ik ben er wel even van. Oei. Maar ik ga niet langer praten. Ik ga gewoon, vanaf dat die persoon toegekomen is, ja, ik ga natuurlijk filmen, maar niet alles, want ik wil ook nog wat privacy met haar. Het is wel iemand die op TikTok zit en zeer bekend is. Dus dat is sowieso. Dus. En ik ken die persoon al een jaar en 3 maanden of 4 maanden ongeveer. Dus dat komt goed. De persoon is momenteel op komst. Ik sta er nou live. Ik heb nu wel stress. Stress, wil je niet weten. Echt stress. Mannetjes. Dat is echt mijn droom dat voor de deur komt te staan. Oké, ik kan niet flauw vallen, maar het scheelt toch niet veel. En jullie weten niet wie dat is momenteel. Oh my god. De wacht is echt lang, hè. Dat is zo. Maar ik wil jullie toch niet laten mee in mijn leven, omdat ik dacht van, zie ook eens dat Sil zich voelt als iemand voor de deur staat. Dit moet je gewoon meemaken. Ik zou ook live kunnen gaan, maar doe ik niet. Oh my god. Die weet niet dat ik hier voor de deur sta, hè. Dus als het bel gaat, is dat deurtje open, hè? Oh, ik ben er niet klaar voor. Oh my god. Oh my god. Oh. Niet te lang. Is die opkomst? Ik kan dat zien in de live, maar ik wil die live niet aanzetten, want dan word ik stressig. Ik kan het er ook niet op betrekken, want dat ga ik ook niet doen. Dat vind ik al een beetje onbeleefd eigenlijk, hè? Dat je op komst is. De planning is van, ik ga even buiten staan. Dag. Die staat daar. Die staat daar. De persoon die daar staat moet hier zijn. Echt grappig. Ze komt er aan. Oh my god. Ik heb stress, echt stress. Stress. Zo roepen. Oh mensen, kijk. Zit je mij aan het filmen? Ja, jij roept. Mensen, ik ga mijn live afsluiten, want deze is belangrijker. Goed? Ja. Kom hier, dat je de knuffel geeft. Echt. Oh, ik ben gepakt en gezakt. Alles goed, vriend? Ja, alles is goed. Zit je blij? Ja. Ik zag echt zo verkeerd daar gaan. Ik zeg, ik ga mijn schoenen aandoen, maar ik dacht, ik kan aan deze kant de schoenen drukken. Kijk eens hoe cool. Dat past perfect bij mij. Kijk, dat is ons kip. Ja, niet mijn kip geweest natuurlijk, maar gewoon de kip. De chicken? Tok. Ik doe het helemaal klaar, maar. En mensen, normaal doe je dat met een mes, maar ik doe dat met een schaar. Je bent echt zo groot. Ben ik groot, moet ik. Wacht, ik zal gaan zitten. Ja. Zo, voilà. Ja. Oh. Ja, hè. Moet je wel exact mee. En ik zal wel.
u een keer komen halen, dat je thuis is. Blijf maar filmen, hè, want ik ga nog kruiden erop doen. Ja. Dat ik u een keer kom halen en dat je thuis komt slapen. En dan kunnen we ook gaan zwemmen en zo. Perfect. Goed. Ja. Ik doe daar veel kruiden in. Heb je dat graag, veel kruiden? Ja, zeker op de kip. Ja, hè. Daar moet kruiden op. Goed, hè. Ik heb al veel kippenkruiden gezien vandaag, gisteren, hè. Je ruikt het echt wel goede kippenkruiden. Dat riekt goed, hè. Ik doe dat ook zo met mijn worst. Ja. Kippenkruiden. Ja. Mijn blad. Ja, want die doet dat als die eitjes maakt. Die doet daar kippenkruiden in. Nee, dat die niet. Die zegt altijd, ja, de kip en het ei, dat hoort samen. Nee, als ik een roerei maak, dan doe ik daar bloemsuiker in. Want dat weten de mensen. Wat? Ja, een roerei met bloemsuiker. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik ben gek. Voilà, zusje. De kip is ook gekruid nu en nu gaan we die bakken. Ja, hè. We gaan die bakken, hè. Deze ga ik hier in de kast steken, hè. Ja, dat mag. Je hem speciaal gaan kopen? Nee, ik had altijd al. Okay. Ik heb het altijd voor mijn sausje te maken, hè. Ik ben gek op bruine sausje, mensen. Bruine saus. Ja, wat ze lust geen mayonaise en ketchup, hè. Koken met zout. Ja. Nu ben je eigenlijk is dat wel grappig, want ik gebruik die altijd voor mijn skets. Ik weet het, het is daarom dat ik hem aan doe. Het is daarom dat ik hem aan doe. Ja, maar het staat goed. Ja. Wat is dat? Snowballs. Ja. Hoeveel gsm's heb je hier zo? Ik heb een tablet en een gsm. Ah, dat is een tablet. Dat is voor als ik op Bossa live ga, ja, en jij bent mee. Live, dan kom je... Juist, dan... Ja, dat is juist. En dan mis ik altijd de helft, want dan lees ik mijn post. Ja. Maar ik wil altijd motoreren, want ik wil niet dat je iets overkomt in mijn... En dan zeg ik... geld blokken bij mij? Ja, sinds gisteren. Ja? Ja. Wij gaan goed eten. Ja, jullie gaan spijt hebben dat jullie hier niet zijn. Juist. Dat beetje gaan we zelfs al afwassen, dat weg is. Ja. En dan is het alleen nog afwassen wat we vuil gemaakt hebben, sabiet, hè? Maar dat zie je ook, het staat er ook op, hè. Ik ben in deze keuken daar, zie je dat? Waar staat dat? Daarachter, achter die pot. Zie je? In deze keuken wordt gekookt met smaak en heel veel liefde. Ja. En dat hebben we allebei, hè. Voilà. Kijk eens hoe goed dat er kruid is. Ik hou van kip. Ik lust ook heel graag kip. Veel liever kip dan ander vlees. We zouden samen goed kunnen koken. Ja, we gaan kok worden. Ja. We gaan meedoen bij mijn restaurant. Of wij komen eten. Het enige wat we klaarmaken is kip. Maar dat is ook een concept. Je kunt veel doen met kip, hè? Ja. Gewoon die Kian blijft te hoog staan. Die een tutu, dat je al hoort als mijn zoon. Kijk, en nu wordt het in de... Leg maar uit wat je doet. Nu leggen we de kip. De gekruide kip gaan we in de pan doen. En gaan we laten sudderen. Ja. Dat ben ik te zingen. Maar ik had toch juist een vork? Ja, ik weet niet wat je ermee gedaan hebt. Ik heb dat al afgewassen, denk ik. Kan dat? Vork genoeg in deze gewoon. En moesten we toch nog tekort hebben? Dan eten we bij ons handen. Ja. In Afrika doen ze dat ook. Dus mensen, welkom bij de kookvlog van Sil en Helga. Nieuwe intro. Ik ben echt al vroeger kwijt. Dat ligt in de pombak al. Je bent er lekker mij al. Ja, echt. En dan ben ik dat altijd kwijt en dan moet ik terug opnieuw beginnen. Wel, dan moet ik terug van alles gaan bijzoeken. Dan gaan we voelen of de patatten nog niet mal zijn. Het schijnt die één patat wel en die andere patat niet. Niet. Nog niet. Ik ga dat iets minder zetten. Ah nee. Oh. Wat is A? Dat weet ik met A. 9 en dan gaat dat naar A.
Wat dat is, weet van, ik niet. Van ai, 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 aangebrand. Ja, dat is allemaal mijn mama. Hoe noemde je mama? Anita. 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 We hebben dat samen ooit betaald. We worden nu vuur en ja, we gaan, en dan hebben we nieuwe dingen ook. Heb jij mijn nieuw tatoeage gezien? Ja. Is ze goed? Ja, ik vind alles goed van je doet. Voilà, ik ga deze afwas al een beetje doen. Nee, dat doet me denken als ik dat ook afwas gedaan heb voor het eten. En daar ook het eten natuurlijk hetzelfde. Hè? Die is niet anders trekken, denk ik. Snuffel heeft weer de luxe. Hij leeft echt tot de luxe. Ja, Snuffel. Wat is dat, zeg? Wacht, ik kan dat zo snel. Wat gaan we eten? Een lekker watermeloen. Ja, uw mondje is er nu leeg. Goed knabbelen, hè? Wacht, 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 wacht. Peter is aan het filmen. Peter heeft dingen van. Net is met de camera weg, mensen, maar dat weten jullie al. Dat zijn we gewoon. Dat zijn we gewend, hè? En zo, is het mondje leeg? Nee, eerst mondje leeg eten. Laat zien. Nee, ik. Oh. Ze biedt moeten weer doen en heimlich doen. Pak hem maar. Maar met de kop niet, hè? Alleen die doen. Pak hem maar. Kiekeboe. Terug opzetten? Ja, ja. Hopla. Hallo? Hallo? Hallo. Ah, en niet bij Enzo. Hopla! Niks zegt hem bij mij, zie je dat? Gaat het? Ja. Boe! Braaf te trekken, wacht. René, jij kent er meer van dan ik. Nee, ik ken er niks van. Ik ook. Ik ken daar toch niks van? Mensen, is dat voor af te trekken? Allee, ja, is dat zo'n trekmasker? Hoe noemt dat? Ik weet dat zo, niet. Voor zo... Als dat zwart is, dan zal dat wel... Ja, nee, dat is dat niet. Wacht, ik moet dat... Nee, hè. Ik wil... Dat ruikt wel lekker. Dat ruikt naar snoepjes. Nu mag je mij smeren, hè. Ik denk niet dat dat is voor af te trekken, zo'n man. We zien het wel. Wat het ook gebeurt, er zal iets gebeuren. Wat er ook gebeurt, ik ben niet verantwoordelijk. Nee. Ik zet dit uit bij u, man. Ik ben aan het spikselen. Heb ik u geraakt? Nee. Oké. Nee, we zijn geen koppel. Oh, echt? Die vraag, jongens. Nee. Mond stil nu, hè. Ik ga niet op je snor komen, hè. Dat is niet voor af te trekken. Kijk, dat vind ik nu niet leuk, ze. Ik wou je pijn doen, eigenlijk. Ik ook. Ik ook, zegt hem dan. Voelt je al iets? Ja, uw baard is niet te goed af. Als dat één is voor af te trekken, jij gaat jodelen ze beet, hè, man. Dat is goed. Ja, je gaat gepeeld zijn. Dat maakt mij niet uit. Ik heb het alles willen doen. Allee, ja, dat was je erop, hè, mensen. Dat kan weer anderen. Kijk eens naar mij. Nou, daar. Daar ze naar u kijken dan, hè? Ja. Ik zeg, kijk naar mij, zeg je. Ik weet niet hoe lang dat moet trekken, ik ken daar niks van. Mensen, weet hier iemand hoe dat werkt, zoiets? Dat was normaal. Ik heb dat met een neus gevreven. Nee, het valt nog mee.
Oh, ik hoop echt dat onze benen eraf te trekken. Ik ga zo pijn hebben. Ik hoop het ook. Oh, ik ben slecht, hè. Opdrogen, denk ik. 10 minuten. Opdrogen? Maar is dat zo een vooraf te trekken? Serieus, mensen. Kijk, ik... Daar. Ik ken daar allemaal niks van. Maar ik denk het niet. En nu is het wachten. Dus wacht tot dat droog is, hè. Wacht, zal ik nu wel een polstar kiezen? Kijk eens. Hey, maar ik moet eerst pipi gaan doen. Wacht. Dat is goed. Dus vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer. Tot ziens.